We hebben niet lang terug de opdracht gehad om goed te kijken naar de visserijsector, om ordening te brengen binnen het geheel. Het heeft jaren voortgezudderd, is niet iets van 1, 2 maanden, maar iets van decennia, dat de visserijsector eigenlijk niet op een correcte wijze gegaan is, als ik het zo mag zeggen, om uiteindelijk zaken weer op race te zetten en alles aan wet en recht te binden, zodat iedereen zich houdt aan de spelregels van het ministerie, van LVV, zoals vervat in die visvergunningen. Maar alles wat vergroeid is, heeft tijd en ruimte nodig om aan te pakken. We hebben toen doorgecommuniceerd met de politie en we hadden een logistiek probleem in die zin van dat verkeerde water niet zo correct was, niet zodanig was waarbij men dan op een juiste manier de operatie zou kunnen plegen, waren we dan als district, als grensdistrict, genoodzaakt om een buitenboordmotor aan te schaffen. En we zijn vandaag zover. We hebben de medewerking gevraagd van de DR, omdat het zeker meer dan 10.000 zou kosten, DA. Dus voor de justification letter. Natuurlijk is het zo dus dat de districtscommissaris namens de regering een beroep op de DR gedaan heeft om te kijken wat de mogelijkheden waren om een buitenboordmachine aan te schaffen voor de politie om de zaken wat betreft visserij, zeeroof en dat soort dingen aan te pakken. We hebben niet geaarzeld als DR en we hebben dus terstond goedkeuring gegeven aan het gevraagde. Dus bij deze wil ik dan de DC en de politie feliciteren en de gemeenschap, zodat wij straks de vissers kunnen beschermen, vooral van zeepiraterij en dergelijke. Dat Suriname dan uiteindelijk meer kan verdienen uit wat de vissers naar binnen brengen. We hebben te maken met zeepiraterij. Dan wil ik ook gelijk zeggen dat voor onze kust hier het niet al te vaak voorkomt, maar we hebben het probleem op de Atlantische Oceaan in de buurt van Coroni en Kopenamepunt. Daar zijn dus de hotspots met betrekking tot zeepiraterij. Maar er is vaker een beroep op ons gedaan om te proberen de mensen te onderscheppen die zich schuldig maken aan dat soort zaken. Want als men geroofd heeft, probeert men zo snel mogelijk terug te varen naar Guyana om zijn buit te verkopen. Dat was ook een probleem voor ons om het aan te pakken. We hebben ook problemen met de goudsmokkel de laatste tijd. Het komt vaak voor dat er veel goud gesmokkeld wordt vanuit Guyana. En we zijn ook mank te water. We hebben het drugsprobleem aan de grens. Er wordt ook drugs vanuit Guyana naar Suriname gebracht. En de controle is niet zo optimaal op de rivier. Dus met de schenking van deze buitenboordmotor, denk ik dat we te water mobiel zullen zijn. En dat wij dan meerdere controles nu kunnen uitvoeren. We zijn ook bezig met een nieuwe boot, een zeewaardige boot. En binnen niet al te lange tijd kunnen we over die boot ook beschikken. En dan kunnen wij overal naartoe waar wij willen gaan. Om onze controles, om onze vissers en noem maar op. Alle criminele activiteiten die zich dan op de quarantaine en voor de kust voordoen aan te pakken. Jullie weten ook dat de komende dagen Staatsolie ook een operatie hier zal hebben. Met betrekking tot olieboringen. En er is ook een beroep op ons gedaan om staatsolie te beveiligen via de buitenring. En die toezegging is ook al gedaan naar aanleiding van de schenking die we vandaag hebben gehad van de machine. Dus kortom, de gemeenschap van Ikeri mag weten dat wij de machine goed zullen inzetten. We gaan hem optimaal inzetten en ik zal als een goede huisvader voor deze machine zorgen, want ik weet dat het heel veel geld kost. En als je wat krijgt, als een schenking komt van zo'n duur machine, dan denk ik dat het
minste wat ik kan doen is om goed voor zo'n machine te zorgen en hem effectief inzetten. Dus dat wil zeggen, de machine gaat niet worden ingezet voor pleziervaartjes. Het gaat SEC worden ingezet voor de dienst en voor de zaken die ik daarnet heb opgezond. DC, mag ik u heel hartelijk bedanken voor uw gesten. Meneer Van Genderen, ook de DR wil ik van hieruit heel hartelijk bedanken voor de gesten. En we zullen de resultaten zien.